Ik heb net echt een heel leuk pakketje opgehaald. Het was echt zo'n superleuke avond. We made it! We zitten helemaal volgeladen. Zeg je? Oh, nee, ja, nee, het wordt een hele leuke avond. We made it. You just give me a... Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Dit is weer de eerste weekvlog terug vanuit Bali. Ik had even een kleine break genomen. Maar ik ben weer helemaal in de Christmas, December, holiday spirit. Ik heb helemaal weer zin om lekker aan de slag te gaan. Ik heb een ontstoken oog, as you can see. Dus het is een beetje rood. Sorry, not sorry. Maar ik wil deze weekvlog eigenlijk gewoon beginnen met iets heel erg leuks. Dat is namelijk een pakketje dat ik heb ontvangen van Naked. En zoals jullie weten ben ik echt... de grootste fan ever van Naked. Ik had zoveel leuke beelden gefilmd. En ik heb het gewoon per ongeluk verwijderd. Ik heb gewoon een paar beelden over. Maar heel veel leuke items heb ik niet laten zien. Dus dat wil ik nog even laten zien. Met de kortingscode Sarah Griekse IT krijg je 20% korting. Linkjes zullen in de beschrijving staan. Dus ja, vergeet niet zeker met de korting te shoppen. Dus ik ga je nog even een deel van de items laten zien. En een andere deel had ik al gefilmd. Maar dat laat ik jullie natuurlijk ook zien. Maar ik ben echt zo obsessed met deze bestelling. Want... echt letterlijk, elk item vind ik gewoon heel leuk. Oké, ik ga je het even laten zien. We beginnen met deze superleuke trui. I love it so much. Hij zit ook echt lekker mooi fit. En deze pantalon is ook zo chill. Hij zit echt perfect aangesloten. En ja, hij is gewoon heel leuk. Hij is gewoon heel leuk. Ik vind het samen ook heel leuk. En dan heb ik ook... leuke sieraadjes. Dus deze ketting erbij. Hoe fancy voor leuke decembermaanden. Heel leuk. En dan zo'n armband. Ook fucking leuk. Dus helemaal een lookje. Dan heb ik ook hele mooie paar feestelijke schoenen. Als eerst deze... vind ik echt zo chill. Want dit is gewoon fancy. Maar het is geen hak. Dus het loopt gewoon fucking chill. Kijk dan. En dan heb ik ook nog deze hele mooie zwarte classy hakken. En deze zit echt als gegoten. Ik kan er ook echt goed op lopen. Want de hak is niet te hoog. Dus dat is echt... heel relaxed. Zit echt mooi. Super chill voor onder jurk. Of ja, gewoon tijdens voor events of zo. Kijk. Hoe mooi is dit? Echt, ik hou er zo erg van. Dan heb ik gewoon een basic witte blouse. Maar dit is natuurlijk altijd goed en altijd leuk. Gewoon mooie kwaliteit. En dan kan je gewoon leuk combineren met heel veel items. Ik kan bijvoorbeeld ook die grijze trui hier overheen. Want dat is ook leuk. En dan heb ik ook heel leuk erbij. Een blazer. Ik zal die even erop doen. Kijk, dat is een blazer. Die gaat zo. En dan kan je hem dus met een ceintuur een beetje tailleren. Dus dat vind ik ook helemaal cute. Kijk nou. Ik vind het helemaal leuk. Hij moet wel een beetje gestreken worden, maar dat komt goed. Dan de volgende outfit. Het is niet helemaal een outfit, maar meer losse items. Vooral als eerst deze zwarte oversized blazer. Ja, een zwarte oversized blazer moet je gewoon in je kast hebben. Had ik nog niet. Dus ja, hier ben ik echt gewoon heel blij mee. Gewoon een zwarte oversized blazer. Dan heb ik weer een super mooie pantalon die echt... als gegoten om mijn middel zit. En het is gewoon een grijze pantalon. Nou, dat komt altijd goed van pas. En dan een leuk shirtje met rood-wit gestreept. Ik weet even niet helemaal hoe ik dit moet stylen. Maar ik vind zo'n shirt wel echt heel leuk. Maar misschien... kijk, zo is het wel veel leuker. Om gewoon even een beetje speels een trui eroverheen te doen of zo. Nou jongens, dan heb ik echt deze fabulous jurk. Dit is toch niet normaal. Dit is super lang en mooi. En hier komt mijn figuur zo mooi in uit. Ik vind het echt heel mooi. En dan heb ik ook nog van die zwarte hoge laarzen erbij.
die dan zo eronder kunnen. Dat vind ik ook echt super vet. Helemaal vibe-tje. Maar echt, deze jurk vind ik zo prachtig. Echt alsof die voor mij is gemaakt. Echt zo super blij mee. En dan als laatst dit super leuke fitje. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Ik vind dit... Dit soort schattige truitjes sowieso echt heel cute. Dat is toch echt heel leuk. En deze zwarte broek zit wederom weer heel goed. Ik heb zelden dat broeken en items allemaal zo goed zitten. En het is een beetje zo'n straight leg. Dus het is ook wel echt een vibe. Dus ja, jongens, ik ben gewoon zo blij met deze bestelling. Want ik heb echt zelden dat het allemaal zo leuk is. Vergeet dus niet met mijn kortingscode SARAGIESIT te shoppen. En ja... Dan was dat alweer. Nou, ik heb mezelf even heel snel omgekleed. Want ik ga nu naar kantoor en daarna meteen door sporten. Ik ga voor het eerst een holy shred doen bij Saints & Stars. Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Dus ik ben er echt heel benieuwd door. Helemaal blij met mijn items. Echt, what the fuck. Ik ben echt zo excited voor dit allemaal. Echt zo fucking blij mee. Maar goed, ik ga nu snel naar kantoor. Daar ga ik lunchen. En dan... sport ook. We zijn uit werk. Het was een best wel lekker middag eigenlijk. En ik ben nu weer met Lexter. Maar we gaan nu holy shred doen. Fuck my. Ik ben best wel ready hoor. Ik heb het super zwaar, hè? Ja. En het is niet dezelfde stripe. Nee. Nee, dit is, ik vond het een beetje beter. Dus geen airbike, maar wel meer weights dan. Of nee, meer rennen. Oh. Ik ben uitgenodigd weer voor Tribe Team Björn Borg. Weer? Ja, maar kan niet. Helaas. Ik vind Björn Tribe Borg mooi hoor. Hun sportsetjes zijn echt mijn fave. Oh ja. Ze zijn zo chill. Helemaal zin in. En daar gaan we gezellig samen eten. Dus dat is ook leuk. Gezellig. Oh, je hebt geen handdoek nodig. Nee. Ja, het is echt mooi hier. Weet je hoeveel credits er bij mij was? Maar 3. Oh, ze heeft yeah. Nou, Maggie en ik hebben lekker gegeten. We hadden een soort curry gemaakt met... Nee, ik vind dit echt super vies, sorry. Ja? Ja, maar jij vindt alle proteïne shakes vies. Nee, maar dit is echt geen smaak erin. Dit is gewoon niks. Wat, dat was groot. Nee, het heeft niet echt... Ja, maar ik drink dit op. Voor proteïne. Niks. Wat voor het smaakt inderdaad... Wat voor melk zit erin? Havermelk. Ongezoet. Oh, wow. Ja. Nee, ik ben niet een fan, sorry. Niet... What the fuck? Wat ben ik wit? Oh. Ja, maar ik ook. Fuck off, je bent in Bali voor ben... 3 weken. Ja, maar toch ben ik wit. We hebben net een Real Housewives... Of zo. Oh my god, dit pimpeltje. Gaat ver. We hebben net Real Housewives gekeken, maar ik vind dat zo grappig. Echt een joke. De Jalila is echt fucking een meid, hè? Zij is echt een character. Wie? Jalila. Jamila. 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 Ja. Met die fucking roze haar ook. Ik vind het zonde. Ik denk dat ze zoveel mooier zou zijn als ze niet dat roze haar heeft. Maar ja. Oh my. Hoe laat is het nu? Oh, het is 8 uur nog maar. Maar we hadden dus echt heel lekkere curry gemaakt. En ik heb dus nog over. Ik heb echt lang niet... Zo lekker even gekookt. Want in mijn eentje doe ik dit niet. Maar hij bent natuurlijk ook in Bali geweest. Ja. Ik heb geen verhaal meer te vertellen. Heb jij nog iets te vertellen? Nee. Lang niet geweest? Lang niet geweest, inderdaad, op die vlog. Maar iedereen kent mij. Ja. Apparently. Ja. Nou, Maggie famous. Nee, gewoon niks. Ik ben mijn verjaardag wel op vrijdag. Ik ben echt super benieuwd. Ik was vandaag bij die Ami. We gaan een verjaardag bij Emmy. Oh, wat leuk. Kijk. Ja? Oh. Wat cute. En we gaan gewoon hier zitten. Oh. Ja. Ja, we gaan hier zitten. Oh, wat en leuk. En hogere tafels ook. Heel leuk. We hebben wel een open tap gedaan. Dus. Nou, dat is echt cute. Ja. En ze hebben wel pornstar martinis. Ja, maar als je dat gaat doen, dan is die tap wel heel snel op. Nee, maar ja. Ik zal gewoon een paar flessen wijn doen. Wijn, gewoon biertjes voor jongens en soda's. Maar eigenlijk wil ook een porsommers. Ja, maar dan moet je gewoon... Ik zou gewoon beginnen met wijn. Die porsommers zijn altijd zo fucking duur. Ja, 12. Zoals 14.
Nee, maar ik zou gewoon eerst een paar flessen wijn doen. Jawel. En bier inderdaad. Ja. En als iemand een cocktail wil. Ja, wijn is wel genoeg. Ja. Zo'n cocktail. Maar die is open tot 3. En nu iedereen was ik, oh my god, je verjaardag is om 9:30. Dat is zo laat. Niet. Is het laat? Nee. Iedereen, hè? Iedereen. Dan zei ik, volgens mij iedereen is gewoon like, met Nederlandse tijden, maar Italiaanse tijden, dit is helemaal niet laat. 9:30, dat is toch niet laat? Voor drankjes. Ja. Iedereen, oh my god, 10 uur, 9:30, dat is zo laat. Ja. Ja. Ja, wat wil je daar dan? Van 8 tot 3? De deur is open tot 3, dus wat wil je doen? Ja. Jongens, laat in de comments weten, vinden jullie dat laat of vroeg? Ik vind het gewoon normaal. Ik vind het ook normaal. Voor drankjes. Ja, dat is toch beter juist. Bij Lolita is dat volgens mij om 10:30, 11:00. Ja. Dan is het super druk met muziek. Ja. Dan is het leuk. Anders ja. Is het gewoon dood. Wat wil je daar om 8 uur al gaan doen? Als je zegt 8 uur, dan komt iedereen pas om 9:30. Ja, inderdaad. Dus altijd... inderdaad. Nou, iedereen kwam later, maar ja. Ik heb wel die open tap. Dus ja. Als je later komt, dan sorry. Ja. Geen wijn voor jou. Hallo allemaal, het is inmiddels avond en ik ben met mijn vriendje. Ik heb Stan net even opgehaald. Hij komt gezellig slapen. Hij komt even slapen, gezellig. Ja, en hij blijft een paar dagen. En het is echt al laat. En als het laat is in Amsterdam en je hebt een parkeervergunning, betekent dat dat je niet meer voor de deur kan parkeren, want alles is altijd helemaal vol geparkeerd. Maar we hebben nog een soort semi-dichtbij een plekje weten te vinden, maar zo vervelend. Ik vind het echt zo irritant. Ik weet niet hoe het kan, misschien geven ze dan gewoon... Nou, volgens mij heeft elk huis recht op 1 parkeervergunning. Maar dat past helemaal niet. Nee, dat past ook helemaal niet. Maar dat is trouwens niet waar, want soms heb je dus een wachtrij. Maar bij ons in de buurt niet. Nou, die wachtrij mogen ze wel even verlengen, want het is echt bizar. Maar goed, het is best wel laat al, dus we gaan lekker meteen het bedje in. Morgen moet ik namelijk de hele dag werken en ik moet ook vroeg in de ochtend alweer op. Want we gaan allemaal inkopen doen voor het kerstdiner zondag. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Dus Sjoe en ik gaan even inkopen doen voor de kerstdiner wat we zondag hebben voor Habs. Dus we gaan even naar de Action en zo en... allemaal inkoopjes doen. En ja, verder ga ik heel goed werken. Oké, nou ik maak wel weer die behind the scenes. Maar ze wil dan even je telefoon. Nee, ik denk alleen aan mezelf. We gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk de goodie bags inpakken. Zoals ik. Ja, ik vlog weer tegenwoordig. Ah, Tootje, die moet ook weer in mijn vlog. Oh, nou, dit is maanden geleden. Maanden geleden. Zo gemist in de vlog. Ja, echt hè? Alleen in de vlog. Ik heb de vlogs gezien ook niet meer gezien. Nee, waar jij niet in bent gekomen, Meertje. We gaan dus de goodie bags inpakken. Oh, echt? Oh, leuk. Giftcards van de brille.com. Ja. We gaan het... Nou, dit is niet normaal. Het is echt zo'n zieke goodie bag. Gewoon al deze dozen gaan erin. Dit is wel de lijfste ooit. Ja, dit is wel echt de lijfste ooit. Ja. Het is, gewoon, het is ook gewoon nog niet klaar. Nee, het is nog niet. Oh mijn god, zo leuk. Even kijken wat we al hebben. Ja. Kleine preview. Oh my god, Easy Toys. Voor tillen. Een shampoo bar, denk ik? Of is dit voor je hoofd? Iets voor foampie. Oh, voor je gezicht, dat is nice. Oh, een bar. Zo'n haarband. Yeah. Oh ja, die vind ik echt leuk. Van de Boosie Shop. Een mascara. Dit is de best, yo. Yeah. Een planner. Heel leuk. Ja, my YouTube dream is finally coming true. Een deodorant. Ja. De brow shape van Indie. Dit is niet normaal. De bloom bottle van Cabal. Oh. Oh, maar ik heb nog veel, veel. Setje van Moroccan oil. Niet. Paula's Choice. Sofka van Cezanne. Dag, spoiling. Bijou. Giftcardjes. Ik wil op dit moment. Hey. Het ziet er echt mooi uit. Bedankt. Ik weet niet wat het is. Volgens mij een highlighter. Oh, een glow powder. Chill. Dacht je? Een later protein bar. Oh, dit is zo leuk. Ja. Maar
Er komt Tony Chocoloni Haps & Lewis. Maar er komt ook nog een en een muts stelt. Nou ja. Maar ik vind hier ook benieuwd. Ja. Ja, die is echt vet. Echt leuk. Ja. Oké. Okay. Hey, Charlotte. Oh, verkeerde vinger. Zijn jullie behind the scenes? Zet een timelapse neer, dat is leuk. Oh. Waarom film je mij? Nee, ze gaat hem neerzetten. Okay. Niet. Ja, echt wel ongeveer. Wow, kijk hoe bruin mijn hand is. Op ja. Hey, kijk eens hoe kaal. Ja, ik ben zo wit. Huh? Maar in het echt voelt het wel... Nee. Nee. Ja, op camera is het echt veel erger. En ik ben op camera nog witter, maar ik zoek een rode knokkel. Door in mijn toetsenbord. Ah, Miriam is working hard. Through the chaotic. Wij gaan even de stad in. Oh! Want we moeten even cadeautjes kopen. Ik heb de hele... Even snel, joh. Ja? Moet dat even... Ik zeg even cadeautjes kopen, zeg ik. Wat gaan we eten? Curry. En even wat erbij halen. Ja. Niet te doen, niet te doen, jongens. Het is zo koud. We moeten hier rechtdoor tussen auto's door. En dan het fietspad op. Ja. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben lekker een ochtendje thuis aan het werk geweest. Het is nu middag. Ik ga zo meteen een bestelling van Ochama ophalen. Superleuk. Dus dat ga ik voor jullie unboxen. Want Ochama heeft echt allemaal een soort oriental toko dingen. Maar dan super cheap. En je kan het gewoon op heel veel oppakpunten ophalen. Dus dat is heel erg chill. Maar ik ga nu eventjes cadeautjes inpakken. Want morgenavond heb ik de verjaardag van Maggie. En zaterdag heb ik de verjaardag van mijn broer. Dus ik ga even de cadeautjes daarvoor inpakken. En ik heb de laatste tijd helemaal een make-up routine ontdekt. Wat helemaal, ja, helemaal bij me past en wat ik helemaal mooi vind. Ik heb net echt een heel leuk pakketje opgehaald van Ochama. Ochama verkoopt allemaal lekkere dingen en zo. Het is echt bij de Kinderstraat. Het is echt super dicht bij mijn huis. Dus ik ga dit echt vaker doen. Want hier is alles zoveel cheaper als bij de toko. Maar ik ga even laten zien wat ik heb. Ik heb zoveel dingen waar ik heel excited voor ben. Als eerst corn dogs. Doe even normaal erbij. Ik weet niet hoe dit trouwens gaat passen in mijn... Friesjaar, maar dat maakt niet uit. Dan bulldog dumplings. Wat? Dit is toch fucking ziek. Hier ben ik echt zo benieuwd naar. Oké. Okay. Dan heb ik fishcake. Dit heb ik nog nooit op. Schijnt heel lekker te zijn in noedels. Dan heb ik normale gyoza's. De chicken and vegetable. Allerbeste ooit. Dan heb ik natuurlijk een 5-pack carbonara noedels. Chef's kiss. Dan heb ik lekker jasmijnrijst. Of wat is dit voor rijst? Ja, jasmijnrijst. Volgens mij is dat de lekkerste soort rijst. En gochujang in een flesje. Nou, ik ben echt helemaal binnen. Hallo. Ik ga even wat... Ik ben terug van sporten. Ik ga even wat leftover gyoza's maken. Volgens mij zijn het er echt 3. Oh, 4. Nice. Nou, we doen een beetje chiliolie in de pan. We gaan ze bakken. Ik had net nog ook een beetje leftover curry op. Dat was trouwens ook echt fucking lekker. Ik heb curry gemaakt. Met Maggie natuurlijk. En dat was op dinsdag. Ik heb er gewoon 2 dagen van kunnen eten. Dat is zo chill. Het was trouwens net als after snack... after dinner snack, dit proteïne koekje aan het eten. Nou, after workout snack. Dit is salted caramel. Heeft 15 gram proteïne in dit koekje. En het smaakt ook nog eens lekker. Het is een beetje een soort zacht. Echt salted caramel.
Ik vind het helemaal chill. Het is van Body & Fit. Sowieso ben ik echt ziek fan van Body & Fit. Body & Fit is echt... I love Body & Fit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdagochtend. Het is 8 uur. En het is me wel weer gelukt om een soort semi-vroeg op te staan. Ik ga even een koffietje zetten, want ik ga zo sporten. In de ochtend vul ik er een bootyclubje. En daarna ga ik me klaarmaken in het kantoor. Ik heb namelijk een meeting met Parfumado. Superleuk. Ik heb echt al een super lang contact met hun, maar nu ga ik er in het echt in moeten. En daarna gaan we naar een beurs. En daarna heb ik de verjaardag van Maggie. Dus ik heb helemaal een drukke planning. Goedemorgen allemaal. Heb ik al gevlogd vanochtend? Volgens mij wel. Ik had vanochtend gewoon vroeg gevlogd. Maar ik ben net terug van sporten. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Helemaal klaargemaakt. Ik heb vanavond vanmiddag een meeting. En daarna hebben we dus een beurs. Dus ik heb deze superleuke jurk aan van Naked, die ik dus nieuw heb. Ik vind hem echt zo amazeballs. Zo mooi. Dus ik dacht, ja, die ga ik lekker aandoen. Ik ga nu naar kantoor, gezellig daar lunchen, werken. En dan, ja, is het alweer bijna weekend. Hallo. Ik ben inmiddels thuis van een hectische dag. Ik ben helemaal een soort verkouden, heb je dat ook? Dat je niet helemaal fit met zo'n volle neus. En dan zo'n... Wel. Ik ging gisteren live en iedereen zei dat ze deze bril helemaal leuk vonden. Het is al 7:15. We moeten nog avondeten. En we hebben vanavond een verjaardag van Maggie. En ik heb nu even lekker mijn fave een kombucha. Het is echt mijn guilty pleasure. Echt mijn fave, gewoon... Elke avond drink ik kombucha goed voor de darmen. Ja, ik drink dit oprecht elke avond, maar niet voor mijn darmen, omdat ik het gewoon lekker vind. Maar waar is het voor? Ja, het is ook goed voor je darmen. Ja, Sarah heeft wel wat poepproblemen. Nee. Huh? Dat is niet waar. Never. Birthday girl! Maggie! Hey! Heb je leuke cadeautjes? Oh my god! Die cadeautje van Science, toch? Niet normaal. Niet normaal! Misschien wel Thomas op de vlog. Oh my god. Nee, ze staan wel op de vlog. Ja, ook het op de vlog. Ik ben er nooit op, man. Oh! Kijk, deze. Een hele goede morgen allemaal. Nou ja, morgen, het is echt wel een dik middag. Ik heb lekker cadeautjes klaargemaakt. Ik ga nu even de stad in om een cadeautje te kopen voor Sam's broertje, want die is morgen jarig. Of in ieder geval vorige viertjes verjaardag. En daarna ga ik even onder de zonnebank, want morgen hebben we ons kerstdiner. Dus wil ik wel gewoon lekker fris zijn en er goed uitzien en... Gewoon even de balietent behouden. Dus ja, ik ga even op stap. En I look like a swerver. Look like a zwerry. But I don't mind. All I wanna have you listen like a hoe. Nou jongens, het is inmiddels weer 4:30. De tijd gaat veel te snel. Ik wilde 3 uur mijn huis uit. En om 3 uur lag ik nog onder de zonnebank. I love de zonnebank wel echt even op zijn tijd. Niet te vaak, want het is niet goed voor je. Doe ook niet de gezichtsbruiner aan, want het is echt niet goed voor je gezicht. Maar even die huid een beetje naar Bali bijhouden. Eens in de 2 maanden, 1 maand. Prima. Maar ja, ik ga nu dus naar mijn broer. Mijn broer heeft ook een tweede kindje gekregen. Dus ik ben weer tante geworden. Ik ben zo verliefd op mijn neefje.
Cody wacht om gewoon de hele dag met hem te knuffelen. Dus ik ga gezellig bij mijn broer eten en een gezellig borreltje drinken. En ja, ik ben nu onderweg. Ik moet een uur van Amsterdam naar Utrecht. Dus dit wordt even lekker een ride, karaoke ride. Allemaal een hele goede morgen. Waarom ben ik nu niet scherp? Deze camera is zo verneukt. Ik weet niet wat er met deze camera is gebeurd, maar hij is echt een beetje kut. Het is 1:15, het is zondag. We hebben vandaag de kerstbrunch, of wat zeg ik, kerstdiner, met Habs. Dus het wordt een hele regelachtige dag. Ja, het wordt gewoon hectisch. Dus ik ga nu heel snel naar huis racen, me daar klaarmaken, dan naar kantoor. Alle goodiebags ophalen en dan naar locatie en alles versieren en decoreren, maar dat komt wel goed. We made it! We zitten helemaal volgeladen in. Ik denk 10 jaar shorter, maar. In de taxi. 10 jaar van ons leven gekost. Ja, dat weet ik zo. Kijk, hier zijn alle goodie bags. Ja. We zijn. Geef het alarm als je schorrel niet om doet. Oké, pak dit dan. We gaan nu onderweg naar locatie. Spannend. Druk bezig met de tafelsetting. Het wordt zo mooi. Even serieus neus. Kenzie is lekker bezig. Fleek, fleek girl. Nou, jouw haar. Doe even normaal met mij. Nou, guys, we zijn helemaal ready. Helemaal cute. Nou, niet normaal. Die ken jij, Robbie. Schat, zo leuk dat je er weer bent. As always. Real supporter. Kijk, daar hebben we nog een fotoboot. Helemaal leuk. Moppies. We zijn op de kerstdiner. Met een lekker blikje. Kijk, iedereen zit gezellig. Dat is zo gezellig. Zo leuk. Nou. Oh, nee, ja, nee, het wordt een hele leuke avond, weet het. Nee, ja, oké, okay, ja. Yeah. Oh my god. Ja, dat doet ze even. Oh my god, jongens. Food has arrived. So yummy. Niet normaal. All the bread. So good. Hebben we het naar ons zin? Fantastisch. En is het eten lekker? Niet normie. Het is zo lekker. Recover food. Ja, recover. Zo lekker. Oké, okay, het is niet lekker, maar heel lekker. Oh jongens, we hebben lekker eten. Ja, pastaatje en zo. Zo lekker. Zo lekker. Lekker. Ik zag het houden. Kijk je hier naartoe? Nee, ja, dat moet eigenlijk wel, maar je moet. Nee, ik kijk altijd hier, maar je moet eigenlijk hier. Ja. Dus jij vlogt eigenlijk ook niet. Nee, mensen zeggen altijd, waarom kijk je alleen maar naar jezelf? Ja, want ik moet zeggen, ik heb wel eens zeg maar voor van 2 gevlogd. Ja. Om te kijken of ik het kom. Maar ik keek de hele tijd naar mezelf. Ja, dat is echt een issue. Ja, dat is echt. Maar dat komt omdat je dat scherm. Oh, je bent zo knap. Schatje. We zijn gezellig. Bij another space. Kijk hoe pretty het hier is. Maar ik heb het al 100 keer laten zien, maar het is zo leuk. Zo mooi. Hey. En we moeten nu een shotje doen. Nou, doei. Shot, 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 shot. Here, you want this? Fucking start.
Okay, guys, I have one per table, so you should walk around to this place. Oh, nee, je moet echt water drinken. Oh, ik ben het hele heftige amaretto. Nou guys, I'm back home. Het was echt zo'n super leuke avond. Helemaal een geslaagde dag. Het is echt laat. Nou, nee, het is eigenlijk helemaal niet laat. Maar... Oh. Ik ben echt klaar met deze dag. Het is echt wat een hectiek. 11 uur en het is ook mijn zondag. En ik heb gewoon niet kunnen chillen. Maar goed, ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. En Stan is hier zo meteen gezellig. Dus we kunnen lekker samen slapen. Dat vind ik heel leuk. Ik ga even mijn jas uitdoen, by the way. Nee, maar het was echt helemaal geslaagd. Het was echt fantastisch. Het ging zo snel. Dit soort dingetjes gaan altijd zo snel. En dan denk je echt, holy shit. De avond is gewoon nu alweer voorbij. Ik heb het echt bloedheet. Maar ik ga lekker mijn make-up eraf halen. En lekker, ja, dan lekker mijn bedje in. Zoals ik zei, het was echt een lange dag. Dus ik ben blij dat ik thuis ben en het er allemaal af kan halen. Jongens, ik ga lekker het bedje in. Stan is er ook. Hey. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de week vlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Mij te volgen, abonneren. En dan zie ik je heel snel weer. Doei!